Oh nee, wat krijgen we nu? Gies, kom eens kijken. Volgens mij worden de plannen gemaakt om de gemeente te hacken. Hey Daan, je hebt gelijk. Ik denk dat we nu naar de burgemeester moeten voordat het te laat is. Hey politie! We hebben iemand in het vizier. Iemand probeert nu de gemeente te hacken. Oh nee. Gelukkig hebben we hier in het gemeentehuis hele knappe koppen die hackers wel aankunnen. Stel je nou toch voor dat die hackers zomaar mensen uit Os gaan hacken? En wie beschermt die mensen dan? Al die opa's, al die oma's, die papa's en die mama's? Criminelen bevinden zich tegenwoordig niet alleen meer op straat, maar ook op het internet. Hey jij daar, ik ben Gies, de digitaal wijkagent in de gemeente Os. Kom jij me helpen om het online weer veilig te maken? Word dan nu junior cyberagent. Wij rekenen op jou.